Structon Worksphere is een divisie van Structon Groep, een internationaal bouwbedrijf. Vorig jaar hebben we 2 miljard omzet gemaakt. Structon Worksphere ontwerpt, realiseert en beheert en onderhoudt gebouwen. Ons business applicatielandschap is voor onze collega's heel kritisch. Ons business applicatielandschap steunt voor een groot deel op SAP. Ook voor onze klanten is dat heel kritisch. Onze klanten gebruiken diverse ICT-toepassingen die wij voor hen faciliteren. Dus een stabiel en goed performant SAP-landschap als backbone van ons business applicatielandschap is heel kritisch. Dat was de aanleiding voor dit project. Structon Worksphere heeft gekozen om het volledige landschap te migreren naar SAP HANA. Dat betekent niet alleen ERP, maar ook BI en alle andere SAP-systemen. En dat hebben we gedaan ook in een high availability architectuur. Wat je ziet is dat SAP alle toekomstige innovaties doorvoert op HANA en niet meer op andere systemen. Dat is belangrijk voor ons. Wij willen graag gebruik blijven maken van die nieuwe innovaties. Maar ook de performance winst die we kunnen realiseren met SAP HANA was voor ons een belangrijke aanleiding om deze stap te maken. We hebben de responstijden van onze ERP-omgeving gehalveerd. Ook de responstijden van onze BI-omgeving zijn gehalveerd. Dataloads hebben een enorm veel kortere doorlooptijd. Als je kijkt naar de wat meer langere termijn, zijn we eigenlijk klaar om nieuwe S4HANA innovaties toe te passen in ons landschap. Ja, ik vond vooral het project ontzettend leuk om te doen. Het was een heel uitdagend project met een flinke hectiek erin en daar hou ik wel van. Maar daarbij ben ik gewoon vooral trots op het team. Ik denk dat het uiteindelijk natuurlijk vooral belangrijk is voor onze klanten en onze collega's. We willen graag laten zien, ook hiermee, dat we het heel belangrijk vinden dat zij stabiele en goed performende applicaties elke dag weer opnieuw kunnen gebruiken.